Welkom bij BusyWeb. Ik ben Georgette van Aert en in deze aflevering laat ik je zien hoe je browsers kunt toevoegen aan Dreamweaver. Zoals je wellicht in de vorige video hebt gezien, hebben we hier een aardbolletje, een wereldbolletje staan. Als ik die open klik, dan zie je welke browsers ik al toegewezen heb aan Dreamweaver. Het is namelijk zo dat als je een webpagina maakt, dat je er niet van uit moet gaan dat hij in iedere browser er precies hetzelfde uitziet. Dus op deze manier, hoe meer browsers je toewijst aan Dreamweaver, des te meer variëteit heb je in het uitzoeken hoe die in Safari eruit ziet, hoe die in Firefox uitziet, hoe die in Opera uitziet, enzovoort, enzovoort. Nou, als jij Dreamweaver nog maar net geïnstalleerd hebt, dan staat daar eigenlijk niks in. Nou, wil je nu een browser toe gaan wijzen aan Dreamweaver? Dan ga je, als je op de Mac werkt, ga je naar boven naar Dreamweaver en dan ga je naar Preferences en vervolgens ga je naar de categorie Preview in Browser en je ziet dat ik hier Safari, Opera, Google en Firefox heb staan. En bij Firefox heb ik ook nog een snelkoppeling staan. Stel, ik gooi Safari eruit, dan selecteer ik Safari en ik klik op een minnetje, dan zie je dat die verdwenen is. Als ik nu oké zeg en ik ga terug naar mijn browser, dan zie je dat ik die optie van Safari niet meer heb. Of ik ga terug naar het werkveld van Dreamweaver. Nou, om hem er weer in te zetten, ga ik terug naar Preferences en dan klik ik op het plusje. Dan kan ik hem een naam geven, nou dat is Safari. En dan zal ik aan moeten wijzen waar het programma, de applicatie, waar die staat. Dus ik ga naar programma's. En ik ga naar Safari. Deze app. Die wil ik daarbij openen. En dan kan ik kiezen of het mijn eerste browser is waar ik in wil kijken of de tweede. Nou, ik kies voor de eerste browser. Oké. En je ziet, als ik kies voor eerste browser, dat ik mijn option key plus F12 in moet drukken. En dan zie ik een voorvertoning in Safari. Nou, tot zover deze video over hoe je browsers toe kunt voegen aan Dreamweaver, zodat je een preview uit kunt voeren.